koffie drinken. Even pauze. Nee. Hoe is het, jongen? Ja? Nog een contactje. Sam, wil je nou je hond? Het is maar een heel klein stukje. Die schors die moet eraf, want als het droogt, Jan die gebruikt het in zijn leme wandjes. In de leme wandjes wordt hij gebruikt. Als die schors er niet af is, dan droogt hij naar de rand los van het hout. Dus als er leem tegenaan zit, dan droogt eigenlijk het wandje droogt dan eigenlijk los van het hout. Dus dan staat het wandje feitelijk los. Ja, nou wordt opgenomen. Ja. Nou verbindt het. Nou, die schors kan niet meer loslaten. Nee. Die is eraf. Dus krijg je een betere hechting eigenlijk. Nou, dit is hazelnoot, zei Jan tegen me. Hazelnoot. Het kan wel wel andere soorten hout, maar als je populieren gebruikt of zo, dan is het vrij broos. En hazelnoot is vrij harde houtsoort, die is sterk, zeg maar. En wat kunstwerk zou je maken? Ik zou het niet weten, want ik heb het net overgenomen van mijn collega. Oh. Ik zou je net favorieten. Ik was bang van, nou als er mijn regen tegen kletst en zo, dan gaat hij rotten, maar wat Maar Jan, het droogt ook net zo snel als in de vochtig. Als dat maar gebeurt, hè? Ja, precies. Eventjes weer vochtig. Ja. Nou, die stafjes erin, dat is om, want anders bolt hij wat op. Die drukken er wat op. Ja, ja, die en dus moet je nu versierrijtje. Als je dat heel goed kunt, dan vlechten ze daarmee strooien. Dat splitst dan weer en dan komt het weer bij elkaar. Dat zijn niet de meeste. Dat zijn de eiken. Godverdomme. Dat is heel oud en aanbrug. Die krijg jij niet uit. Die hebben we ook al geschoten, toch? Breken af. Ja, die breken af. Ik heb ze afslepen, maar ja, dit is toch mooi. Dan breekt hij zo af. Je kunt niets omhangen, hè, Jan. Oh, ja. Je kunt niets omhangen. Dat is net iets te laag. Slep je langer uit. Ja? Daar zit nog een leven. Bij Pietsbaars. Ja. En die schuurtjes, daar zit ook in, hè? Nou, dat is denk ik iets voor het cement aan de zijkant. Er is wel vlechtwerk, maar dat is volgens mij bestreken met cement. Ja, daar zit er misschien wel tussen. Met stukken. Dat klopt. Maar dat zit bij Pietsbaars. De vloeren, die zitten, dat wist ik niet. Die zitten 20 centimeter dik. In die schuur? Ja, in die schuur weet ik het niet, maar dat was wel de maat ongeveer. 20 centimeter. Dat is een heel pakket.
Emma stampen en de kiezen stampen en koei erover denk. Ja. Fitsel, hè? Deze is eigenlijk wissen. Ja. Fitselen is meer echt zo vlechten. Maar als het zo in het vierkant zit geknopt, dan noemen ze wissen. Wis. Wis is eigenlijk een touwke. Dat ging dan eigenlijk over hoe die touwkes eromheen zaten gevlochten. Hè? Ja. Om dan zo alles bij elkaar te trekken. We hebben gelukkig het weer nog even mee. Nou. Want als het regent, denk ik dat er niemand komt. Nee. Of bijna niemand. Het zal wat later op de middag zijn. Even een muurtje bouwen. Oh, ja. Stukken. Weer stukken, hè? Maar die hebben ook wel wat ouder. Ja, dat komt niet. Ja. Ik denk dat als je hoort kletsen, dan komt hij wel. Ja. Maar wat is het, Vincent? Wat is het? Stro, zand, klei. Ja. Water. Kan je ook zo die laten komen. Ja, dat is mooi hoor. Zo. Een beetje. Alle lucht moet eruit. Ja, dat is even zelf. Nee. En nou is de wijk geconserveerd. Ja. Nou, ik heb mijn kar bijna leeg, dus zal je maar even wachten. Ik heb nog genoeg. Ja, ik heb genoeg hoor. Ik heb genoeg beeld. Ik zie je net een beetje gegeven, dus dan is het mooi zo. Ga je nou doen? Koffie drinken. Koffie drinken. Even pauze, hè? Pauze. Nee. Jongens, jongen.